dames en heren. Fijn dat u allemaal hier gekomen bent. Mijn naam is Hendrikus Boudenspoor en ik ben historicus. Zoals u weet gaan over dit gebied heel veel verhalen de ronde. Denk maar aan de naam Spook verlaten. Het zou hier spoken en Galgweg. Daar hebben hier inderdaad galgen gestaan. Je kunt dat nog zien, er zijn op heel veel plekken ontzettend veel kraaien en kouwen. En die zijn hier ooit naartoe gelokt om de ogen van de gehangenen uit te pikken. Ja, het is een goede verhaal, maar het is waar. En natuurlijk kennen jullie allemaal het verhaal van dit gebied. Het verhaal van Amalia en Frederik. Nou, misschien voor degene die het niet precies weten, even een korte samenvatting. Amalia en Frederik waren jonge mensen, zo rond de 15 jaar. En ze hadden s'nachts hier afgesproken in het spook verlaten, een beetje de vieze met de voezelen. Je kent dat wel, je weet dat wel. Maar ze waren nog een jong en het liefdesvuur van Frederik laaide nogal hoog op. En Amalia kon daar nog niet helemaal goed mee omgaan. Dus in een schrikreactie duwde zij hem van zich af. En hij viel in plomp en verdronk. Ja, zo. Amalia die is hem gaan zoeken, kon hem niet meer vinden, is later ook verdronken hier zo. En sindsdien spoken hun stemmen rond. Zo, Amalia, Frederik, waar ben je? Ik ben mezelf, zou dit allemaal doen? Ben ik eens gaan zoeken. En wat blijkt? Het is een volkomen onwaarschijnlijk verhaal. Dat is toch raar? Dat kan toch niet? Ik bedoel, kijk. Amalia die duwt Frederik in het water en later ziet ze alleen nog maar zijn strooien hoed ronddrijven. Had ze dan niet een handje uit kunnen steken, hup weer op de kant helpen, want het is maar vlakbij de kant waar die inviel. Dan konden ze niet zwemmen in die tijd. Waar zoek ik dit op die tijd? Ja, welke tijd zou dat geweest zijn? Nou, strooien hoed, dat doet mij denken begin 19e eeuw, 1820 of iets dergelijks. Toen gingen ze zwemmen in de sloot, zich wassen in de sloot. Water was geen onbekend element. Zeker niet. Water was geen onbekend element. Nee. En die heeft dat verhaal van die spoken, die stemmen die je dan hoort, Frederik, Amalia. Is dat nou zo erg? Is dat nou zo eng? Nee. Het lijkt net alsof de waarheid verborgen wordt achter zo'n half romantisch verhaaltje waar alleen maar mensen glimlachend naar kunnen luisteren. Nee, dames en heren. De werkelijkheid is erger. Het gaat verder terug dan men ooit gedacht. En het verhaal van Amalia en Frederik is veel gruwelijker. Daarvoor moeten we teruggaan naar de middeleeuwen. Om een tijdsbeeld te schetsen, er was een dichter die een gedicht, een rijmpje maakte en dat gaat als volgt. Ik ben François Villon, wiens naam zo bont is. Straks hang ik aan een koord dat rond is. Dan weet mijn hoofd hoe zwaar mijn kont is. Jullie kennen het! Nou, fijn. Nou, daar ben ik echt blij om. Nee, is leuk. Nou, wat betekent het? Hij was een dief en een vagebond. En in die tijd waren dieven, vagebonden, daklozen, mensen die zich 's avonds buiten de stadspoort waagden, die waren niet veilig. Je liep het risico opgepakt te worden en opgehangen, om anderen weer af te schrikken. Die tijd was het hier ook bijzonder onrustig. Het was de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 1426. Toen speelde het verhaal van Amalia en Frederik zich af. Amalia en Frederik zijn ook geen namen van gewone mensen, nee. Amalia was een dochter van de heer van Poelgeest. Bij Koudekerk met de kasteel Poelgeest. Daar kwam zij vandaan. Frederik was een nazaat, een zoon van de familie van Zwieten. En dat waren Leidse notabelen. Ah joh. 1426, Hoekse Kabeljauwse twisten,
1426 vond de tweede slag bij Alphen plaats. Hier vlakbij, hier. De slag bij Alphen. Voor de tweede keer heeft Jacoba van Beieren, misschien ook allemaal bekend, de kabeljauwers verslagen. Jan van Uitkerken was namelijk met een leger ten strijde getrokken tegen haar. Hij had 800 huursoldaten, Vlamingen, aangevuld met een aantal poorters uit naburige steden. En hij werd door Jacoba van Beieren volledig in de pan gehakt. En de verslagen werd als afschrikwekkend voorbeeld opgehangen aan de grond. En op die plek, die afschuwelijke plek, hebben Frederik en Amalia afgesproken. Het is een beetje als het verhaal van Romeo en Julia. Toen ze elkaar leerden kennen, behoorden ze tot hetzelfde kamp. Maar door onderlinge twisten en door de Hoeks en Kabeljauwsen, de Toeningen, werden hun families uit elkaar gebracht. Maar zij wilden elkaar blijven zien. Ze waren verliefd. Ja, wat wil je? Liefde zoekt zijn eigen weg. Is niet tegen. Eindelijk konden ze een plek afspreken. Een plek was hier. Bij de grond. Want niemand zou hier komen. Vrijzien. Doen ze. Ze waren zwijgen. Dachten ze. Amalia's vader kwam erachter. Hij wist dat zijn dochter een afspraakje ging maken met Frederik. Ik denk dat ik misschien even moet wachten. Dames, komt u er maar rustig bij. Ik ga zo verder met de ware geschiedenis van het spookverlaat hier. Ik zal even een kleine samenvatting geven, als u het niet erg vindt, van datgene wat ik nu verteld heb. Mijn naam is Hendrik. Hendrikus Boudenspoort en historicus. Ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het spookverlaat en vooral naar het verhaal van Amalia en Frederik. En ik vind het een onwaarschijnlijk dom verhaal, misschien om het werkelijke verhaal te verbergen. En het speelt zich af nu, het echte verhaal, in de middeleeuwen, in tijden van de Hoekse Kabeljauwse twisten. En Frederik en Amalia spraken hier af. Stiekem als Romeo en Julia. Maar de vader van Amalia kwam er. Hij heeft toen zijn dochter onder druk gezet om te verraden waar de plek van het rendezvous is. Hij zag namelijk de mogelijkheid om die oude heer van Zwieten een hak te zetten. Vraag. In ieder geval, hij kreeg uiteindelijk uit Amalia de plek. En toen ze beiden hier samen waren, aan de rand van het water, kwamen de mannen van Poelgeest, grepen Frederik en hebben toen Frederik voor de ogen van Amalia verdronken. Amalia kwam later terug om haar geliefde te herdenken, want ze hield nog altijd van hem. Maar ze werd zo verteerd door wroeging, dat ze ging dwalen in deze stad, dat ze door het water ging. En riep, Frederik, waar ben je? Als je goed luisterde, dan hoorde je misschien, hoorde hij of zij ook, Amalia, waar? Amalia, en ze tastte rond en als het dan een beetje miste, was het alsof zij als een geest uit het water oprees. En ze probeerde mensen te verleiden, kom het water in, kom help zoeken, want Frederik, die ben ik kwijt, waar is die, help me. Later is ze in hetzelfde water verdronken. En sindsdien spoken ze beide hier rond. Amalia, Ronald, Frederik. Maar er is nog een oude verhaal. En misschien is dat het ware verhaal. Deze streek, het hele gebied, was vroeger bedekt met wouden en moerassen. En toen we gingen graven en zoeken hier, vonden we skeletten. Skeletten van mensen. Met handen geboeid, kronken door om los te komen met de grens. We vonden lichamen als de veenlijken in Drenthe. Dat betekent dat dit hier
oeroude offerplaats is. Van 3000 jaar geleden. Hier werden jonge mensen geofferd. Ja, dat deed men in. Als er een natuurramp kwam. Mensen voelden zich schuldig tegenover de goden. Er werden onschuldigen geofferd omdat mensen zich schuldig voelden. Rare mensen, die mensen. En dat gebruik is voortgezet tot in de middeleeuwen. Dat heidense gebruik. En, dames en heren, Frederik was nu zo'n offer. In die tijd heerste namelijk de Zwarte Dood. Dat was de buinpest. Dat was een vreselijke ziekte. En om dat af te leren, was weer een offer. Hier in het spoor moest dat offer plaatsvinden. En dat moest een jongen zijn, een knaap. 14 jaar, niet jonger, ouder. Frederik was 14 jaar. Frederik was wees. Dat betekent dat hij zonder bescherming was. Hij had zich niet lang daarvoor verloofd met Amalia. Ze zouden gaan trouwen. Eindelijk zou hij huiselijk. De priester had al toestemming gegeven voor het huwelijk. Maar midden in de nacht, wat een poestie. Midden in de nacht, het was eigenlijk al een beetje onbruik geraakt, dat gebruik van hem, werd hij overvallen in zijn slaap overmand geboeid en naar de onheilsplek gebracht. Amalia, die werd gewaarschuwd en ze spoedde zich achter hem aan, maar te vergeefs, ze kwam te laat. En vanaf dat moment was ze hier niet, heeft ze de verlaat niet meer verlaten. Ze bleef zoeken, klagen en jammeren. Door dat aanhoudende geweeklaag, dat vreselijke verdriet van Amalia, waar de dorpelingen hier zo van Hazerswoude dagelijks getuigen van waren, is het offeren in dit dorp gestopt. Maar het spook van het is een levend ding. Het is namelijk, ja, verlaat betekent sluis. Het is een sluis naar de geestenwereld. Een geestensluis. En het water hier is vraatzuchtig, is levend. Het wil offers hebben. Ze hebben een oplossing gevonden door de gehangenen van de galgen, een galgweg, hier in het moeras de dump te smijten. Zo werd de honger van spookverlaat gestild. Het spookje. Mensen zullen dat ontkennen. Ga maar naar het Hoogheemraadschap. Op een gegeven moment gingen ze hier de zaak ruilverkaveling. De ruilverkaveling van 1970 en een aantal jaar daarna. Daar hebben ze alles hier opnieuw ingericht. Behalve dit gebied hier. Want het spookje. Dan kan je naar het Hoogheemraadschap toe gaan en vragen van waarom is dat hier? Spookt dat echt hier? En ze zullen op je, ze zullen je gek verklaren, op hun voorhoofd wijzen en zeggen van wel nee. Maar ondertussen zullen een aantal mensen heel erg zenuwachtig worden. En toen hebben ze het maar tot natuurgebied verklaard en dat bleek wel een goede oplossing. En op de plaats waar de galg stond, hebben ze nu het symbool van nieuw leven neergezet. En dat het symbool van nieuw leven, dat was het ooievaarsnest. Maar het water. Het water roept. Als je dichtbij komt, ruikt de geur van rottende spoken, wachtend op een nieuw offer. Dus als jullie straks hier tussendoor en langs het water lopen, blijf heel dicht bij elkaar. Kom niet te dicht in de buurt van dat denkende water. Nog heel veel plezier. Ah, dankjewel.